Waarom moet je buizen en holle constructies voorzien van gaten om ze te kunnen verzinken? Bij het thermisch verzinken worden buizen en holle constructies ondergedompeld in gesmolten zink. Als de buizen niet open zijn, kan het onderdeel exploderen in het zinkbad. De lucht in de holle ruimte kan niet ontsnappen. Bij onderdompeling in het zinkbad van 450 graden stijgt de druk en kan het onderdeel scheuren en in het slechtste geval exploderen. Het onderdeel kan op het zinkbad blijven drijven. De lucht in het onderdeel voorkomt onderdompeling in het bad. Het verzinken kan niet worden uitgevoerd. Hoe kan u dit voorkomen? Om buizen en holle onderdelen thermisch te verzinken, moeten op de juiste plaatsen gaten van de juiste grootte worden gemaakt, waardoor het zink en de voorbehandelingsproducten vrij kunnen circuleren en de lucht kan ontsnappen. Het is dus nu aan u. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van de Zinkgroep.